line-up van Ubisoft is niet compleet zonder een nieuwe Far Cry. En het is zover. Far Cry 5 is onthuld. En nee, het is geen cowboyspel, maar het speelt zich wel af in het cowboy-eske Amerika. Het is namelijk in Montana, in Hope County, waar we een cult omver gaan werpen, toch? Ja, ja, het is het klassieke inderdaad weer. We gaan iets omver werpen. Dit keer is het een cult met allemaal gekke mensen, net als in Far Cry 3. Maar we gaan wel voor het eerst in de geschiedenis naar Amerika. Ik mocht ook de game in een half uurtje spelen en ik kwam na een tijdje gebouw uitlopen en ik moest naar een missie toe. En ik wilde gewoon zo'n standaard truck, SUV pakken, die altijd in Far Cry. En zegt hij, yo, kijk even wat er naast de deur staat. Inderdaad, gigantische pick-up truck, blauw, rode vlammen. En dan denk je, ja, dit is Amerika. USA! Ja. USA! Ja, op zich is dat wel mooi. Maar goed, we gaan daar dus een cult omverwerpen. En dan is natuurlijk altijd wel de vraag, want dat is natuurlijk een beetje het Far Cry ding in de franchise. Je kunt je eigen manier bedenken om dingen aan te pakken. Ja. En wat is daarin allemaal nieuw in Far Cry 5? Nou ja, Far Cry 5, ik zeg het ook in mijn geschreven preview, het voelt een beetje alsof Far Cry 4 en Far Cry Primal samenkomen. Ja, en dan heb ik al meteen weer zo'n, maar wacht, was Far Cry 4 niet Far Cry 3,5? En was Far Cry Primal niet Far Cry 4 DLC? Ja, Far Cry Primal is wel echt een losstaand deel, maar qua setting was tof, qua features was het inderdaad niet heel verschillend. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, het is iets meer Far Cry 4. Maar je merkt gewoon dat Far Cry voor Ubisoft een tweejaarlijkse franchise gaat worden. En dan krijg je dus dit inderdaad. Het is niet allemaal super vernieuwend. Je hebt bijvoorbeeld een focus, ligt meer dit keer wel op close quarters combat. Wat wel vet is, je hebt ook... Gewoon melee? Ja, je hebt heel veel meer melee wapens ook. Dus dat is vet. Maar ja, dat zag je natuurlijk ook al een beetje in Far Cry Primal. Eigenlijk alleen maar zo'n beetje. Wel, de grootste vernieuwing is Guns for Hire. Dus je kunt een buddy recruiten om aan je zijde te vechten. Maar je zei al, dat is niet zo nieuw. Ja, want ik hoor dat. Een buddy systeem is nieuw. Ik dacht, dat zat in Far Cry 2 ook al. In Far Cry 2 had je ook een soort van buddy die dan af en toe je kwam helpen als het nodig was. En als je dan oud ging, dan kwam die guy je helpen. Zo van, oh hey, ik revive je wel één keer. Ja, dat er nog geen multiplayer was om je te reviven, had je inderdaad gewoon een NPC die kwam, hey, ik lever ook nog. Hey, ik ben je buddy, want je hebt mij gekozen in het menu. Maar goed, maar er zijn een aantal nieuwe dingen. Maar dan... de Guns for Hire is wel, het gaat natuurlijk iets dieper dan het buddy systeem van Far Cry 2. De belangrijkste vernieuwing is dat deze buddy constant met je meereist. Wat wel heel tof is. En je hebt bijvoorbeeld één chick die focust zich iets meer op snipen. Wat heel fijn is voor een stealthy speelstijl. Ik ben natuurlijk voor de hond gegaan. Want ja, Boomer. Boomer inderdaad. Boomer. Het super lieve hond. Je kan hem ook, net als in volgens mij de Elder Scrolls, kan je hem ook aaien. En dan gaat hij aan je gezicht likken. Maar goed, het is first person. Dus dat is een beetje vreemd. Maar toch vet. Ja, precies inderdaad. Good doggo. Boomer is heel fijn. Die kan vijanden voor je spotten. En als je zelf de onverrookt wordt gespot, dan gaat hij zijn tandjes gebruiken om jou te helpen tijdens de strijd. Dat is op zich wel gaaf, maar ik vraag me vooral af, is het voor de gemiddelde shooterfanaat genoeg vernieuwing om zeg maar een nieuw Far Cry deel te kunnen verantwoorden? Ik denk dat het juist voor de gemiddelde shooterfanaat genoeg vernieuwing is. Want die vinden Far Cry gewoon leuk, die gaan nu naar Amerika. Ja. Het is allemaal weer net wat anders, ze kunnen wilde dieren aan hun zijde laten vechten. Plantjes plukken, craften. Precies, plantjes plukken. Ik denk eerder dat het voor misschien de doorgewinterde Far Cry fans of de mensen die één of twee keer per jaar een shooter kopen en net Far Cry 4 of Primal hebben gespeeld, niet genoeg vernieuwing is. Nou, oké, maar bijvoorbeeld het vliegen is ook nog een vernieuwing, maar ik weet niet of je dat hebt gezien. Hebben ze het vliegen al getoond? Ja, ja, ik heb gevlogen. En hoe is dat dan? Ja, het vliegt, dat is een beetje met Far Cry bijvoorbeeld. Ook die hond is vet, maar we hebben al best wel veel games met de hond gespeeld. Het Dogmeat. Vliegen is vet. Ja, inderdaad, Dogmeat. Het vliegen is vet. Werkt gewoon prima. Maar ja, wat kan je erover zeggen? Ja, je kan vliegen. Wat wel nieuw is, de enige echt nieuwe feature die ik heb kunnen bespreken. Oh, nou komt het. Is vissen. En dat ik sta perplex. Ja, het is de revolutie waar we hebben gewacht in de game. Nee, ja, maar oké, vissen. Dus krijgen we Sega Base Fishing in Far Cry of wat? Nee, het is vrij simpel. Je gooit je hengel in het water. Je kan zelf kiezen hoeveel je hem gooit. Dan ga je een beetje aan je hengel trekken en dan komen er visjes op af. En als je na een tijdje beet hebt, dan moet je dus L2 ingedrukt houden. En met je rechterpootje eigenlijk de andere kant op drukken als dat de vis op gaat. Dus om die vis een beetje zo heen en weer te trekken. En dan heb je bijvoorbeeld de vis gevangen. En dan kan je die kun je weer mee craften? Ja, inderdaad. Of mensen mee doodslaan. No way. Nee. Shit. Ubisoft, make it happen. Ja, inderdaad. Maar het is allemaal... Ben je wel een beetje... Heb je er zin in, Far Cry 5? Nee. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die er wel zin in hebben en dat is ook heel goed. En het is ook een hele leuke game. Alleen ik denk als je Far Cry 4 net hebt gespeeld en Far Cry Primal ook net hebt gespeeld, ben je misschien een beetje Far Cry moe. En dan sla je de deel gewoon lekker over en dan ga je Assassin spelen of The Crew. Dat kan ook. Wel mooi dat je dan binnen Ubisoft houdt. Ze hebben altijd wel iets om je mee te pleasen. Ja, inderdaad. Ook gewoon lekker Call of Duty. Lekker Just Dance. Ja, Call of Duty.
Nee. Maar ja, oké, daar heb je het. Far Cry 5, wil je er meer over weten? Leon heeft al een geschreven artikel live staan. Dus dan weet je gewoon alles van die game. Boomer, de vissen, vliegen, alles. Dus check dat vooral. En laat ons weten wat je denkt van Far Cry 5. Final thought? Leuk. Maar misschien niet leuk genoeg. Was dat pakkend? Dat is denk best wel pakkend. Gewoon houden op. Leuk vraagteken. Dat kunnen ze op de box art zetten. Ja. Leuk vraagteken. Leon Kempers, Gamersnet. 10-10. 10-10.